Maar eerst voetbal op het veld en de opmars van Antwerp. Dat tegen Tienen voor de vijfde wedstrijd op rij ongeslagen bleef en geen doelpunt tegenkreeg. Tienen dat op een schok-effect rekende, want het had vrijdag trainer Valère Bille op straat gezet. Nu, punten pakken lukte niet voor Tienen, maar het maakte het Antwerp met momenten wel moeilijk. We beginnen met de misser van de avond en die staat op naam van Tosin Dosunmu. Van op die afstand missen belooft weinig goeds voor de rest van de partij. Het was moeilijk om hem ernaast te krijgen als erin. En als die binnengaat, 1-0, dan breek je die wedstrijd natuurlijk automatisch open. En nu is dat gewoon een kwestie van geduld, tijd. En, maar goed, het was een hele moeizame wedstrijd, moet ik wel toegeven. Antwerp controleert, maar creëert veel te weinig gevaar in de eerste helft. Voor Dosunmu is het vaak alles of niks en het is een avond van niks. Hij kan alleen op doel af, maar neemt opnieuw de verkeerde beslissing. De spelers missen kansen. Langs de andere kant kunnen op uit het niets ook een actie maken en scoren. En je moet altijd naar het positieve wedstrijdbeeld bekijken. Het is nog altijd dat je die nul kan houden achter en dat we een hele stabiele, rustige verdediging hebben. Dat de nul voor de vijfde wedstrijd op rij gehouden wordt, heeft Antwerp tegen Tienen vooral te danken aan het betrouwbare centrale duo Viane de Smet. De tegenprikken van Tienen worden gaandeweg de eerste helft wel gevaarlijker. De eerste helft was niet goed, we liepen te veel met een bal, we waren niet in beweging van voren in het middenveld. Dus wel, een trainer heeft zijn gedachten gezegd tijdens de rust en we hebben dat goed opgepakt. Een uitbrander van de trainer schudt rood en wit wakker. Antwerp is gevaarlijker van op de flanken, maar de baanbrekende openingstreffer blijft veel te lang uit. Tot minuut 75 zelfs. Oris Kopt, de ingevallen Diouk, scoort zijn eerste Antwerp-goal. Maar het doelpunt wordt afgekeurd. De scheidsrechter heeft handspel gezien bij het duel tussen Oris en Van den Berg. Moeilijk uit te maken of het om handspel van Van den Berg gaat. Gewoon laten doorspelen was misschien de betere optie. Protest van Tienen-doelman Govoni levert rood op. Ook Van den Berg mag de kleedkamer voortijdig opzoeken. Oris trapt van op de stip zijn vijfde competitietreffer tegen de netten. De 1-0 heeft Antwerp bijzonder veel moeite gekost. Net als in het slotkwartier tegen 9 tegenstanders de gelijkmaker vermijden ook bijzonder veel moeite kost. De meestal rustige trainer krijgt het op zijn heupen. Ja, omdat de vraag is dat iedereen terugkruipt. Dus mag ik zeggen, dan is heel moeilijk coachbaar vanaf de lijn. Dus, want er is zoveel rumoer en zoveel. Die supporters die maken zoveel kabaal eigenlijk. Heel positief. Maar je kan je spelers niet meer bereiken. De toegevoegde tijd brengt pas zekerheid voor Antwerp. De 3-1 moet uitmonden in een goal. Dunkovic maakt zijn eerste voor Antwerp. 2-0. Ja, yeah, it had to be goal. But yeah, we have before in the games much chance, but we didn't score. So now last game 3 score, today 2. So it go better and better. Je voelt dat tintelen, je voelt dat groeien. Dus, en nu moeten we zien dat we niet onszelf voorbij lopen. Dus je moet nog altijd de bescheidenheid behouden in je resultaat, in je euforie. En zo blijft Antwerp opschuiven in het klassement na die toch wat gemiste start. Eupen, Waasland-Bever, Oostende en Aalst lieten dit weekend punten liggen. En zo wordt Antwerp gedeeld tweede met Waasland-Bever en Lommel United. En dat op 4 punten van leider Eupen. Ze zitten daar wel met heel veel ploegen heel dicht bijeen. Er komen nu 2 toppers aan, 2 belangrijke wedstrijden voor Antwerp. Thuis tegen Oostende en dan uit tegen Waasland-Beveren.